Sanne Voets, zojuist dik gewonnen hier in Rotterdam. Hoe ging het? Ja, super fijn. Ik stond er zelf een beetje van te kijken hoe makkelijk dat mijn paard met de baan omging. Hij is toch wel echt een heel scherp, heel sensibel paard. En hier in de ring keek hij eigenlijk nergens naar. En nou ja, vanaf het moment dat ik de baan binnenkwam, lette hij op mij en was hij echt ontzettend zijn best aan het doen. 80%, dat is ook niet niks, hè? Nee, heerlijk. Dat is echt zo'n magische grens. Alle ogen zijn natuurlijk gericht straks op september, de Wereldruiterspelen. Hoe sta jij daarvoor? Ja, ik denk wel goed. We hebben een beetje een bijzonder seizoen gehad, omdat pas heel laat bekend werd wat ons programma precies zou zijn. Vanwege annuleren van twee grote wedstrijden. Dat betekende dat wij begin mei ineens naar Mannheim moesten, waar het eigenlijk heel erg fijn ging. En we ook twee keer tweede werden en de finale of de kuur ook weer wonnen. Met ook weer mooie scores en eigenlijk altijd, het is gewoon een paard dat altijd boven de 70% loopt. En ik denk dat we heel mooi aan het doorbouwen zijn nu richting het NK dadelijk, waar de definitieve beslissing zal vallen. En die druk is natuurlijk groot, hè? De Paralympisch kampioen, ja, die moet daar natuurlijk naartoe. Ja, op het moment, ik draag nu even alle grote titels. Ik ben, nu even, ik hoop dat het trouwens lang duurt. Maar ja, ik heb wel wat te verdedigen, maar dat, is, dat hoort erbij en het is ergens ook wel lekker hoor. Hoe zien jouw komende weken eruit? Volgende week hebben we nog, of aanstaande dinsdag al, de finale van de KNS Witte Vermoord Para Dressuur Trophy. En als we daar dit kunstje kunnen herhalen, zou dat natuurlijk heel gaaf zijn. Dan pakken we even een beetje rust en bouwen we rustig aan richting het NK. Dat is eind juli. En hopelijk gaat dat, kunnen we daar de vorm ook weer misschien nog wel verder uitbouwen, maar in ieder geval zo vasthouden. En dan op naar Tryon. Ik hoop het.